Ik word elke dag voor kankerjood uitgescholden. Wat ik hier heb gelezen mm. over een jongen die op zijn hoofd is geslagen met een fles omdat hij joods is op een school. Nee. Dit mag niet. Nee. Maak je je zorgen, Sinan? Ja, ik maak me zeker zorgen. Ook dat ophitserige op de hele tijd aan beide kanten. Dus het is niet van uh, de een doet het en de ander doet het niet. Uh, ook uh, de, de scherpe tegenstellingen, het polariserende. Dat gaat tot ongelukken leiden. Dat kan niet anders. En, uh, en het broeit en groeit natuurlijk in grote Europese uh, steden. Dus ik maak me daar nou zeker zorgen om. Waar, waar ja. denk je dan aan? Nou ja, gewoon aan uh, serieuze aanslagen. Gewoon. En dat kan uh, uit uh, radicale uh, islamitische... Komen. Maar het kan ook vanuit extreem rechts komen, dus ik zou dat allemaal niet onderschatten. Maar het is eigenlijk nu zo op een spits gedreven. En hoe langer dit nu duurt met dit conflict, hè, dat er ik hopelijk al heel snel een staakt het vuur komt en dat ze echt even gaan stoppen, uh, uh, dat ik hoop dat, dat het dan niet uit de hand loopt. Want hoe langer dit duurt. Hoe heftiger het gaat worden ja. overal. En dat maakt me ook zo verdrietig. Want ik denk nu dat heel veel Joden heel bang zijn en heel veel moslims bang mm, ja. zijn. En dat is allebei heel legitiem en aan de hand. En wat ik dan hoor en lees is, ja maar wij hebben het zwaarder. Ja maar wij hebben het zwaarder. Ja maar jullie hebben tenminste nog beveiliging. Ja maar wij hebben een hoger percentage. Ja maar wij hebben meer slachtoffers. En dan denk ik, hou op. Mm -hmm. Luister naar nou elkaar. We zijn allemaal bang. We hebben allemaal pijn. Luister naar elkaar in plaats van elkaar meteen de maat nemen en meteen te zeggen het is erger voor de een of het ja. is erger voor de ander. Vandaag